zo'n 100 PSV-supporters, de directie van PSV en de nodige biertjes. Het lijken mooie ingrediënten voor een pittige discussie, maar de PSV-supporters waren opvallend mild. Ik vond eigenlijk ook wel dat het een beetje tam was. Wat is het nieuws over de dreiging uit de politiek dat PSV en andere voetbalclubs mee moeten betalen aan de verliezenkosten, inzetten bij wedstrijden? Sommige vragen heb ik een beetje de indruk dat die al mee de kop ingesnoerd werden bij het begin. Hoe gaat Philips eens een keer mee lekker investeren om het stadion eens een keer beter toonbaar te maken in de buitenwereld? Je hoort zo vaak in Engeland, hè, dat ze één prijs betalen voor de hele competitie. Dus dat houdt in bijvoorbeeld voor Europees gezien, beker, competitie. Waarom is dat bij ons eigenlijk niet mogelijk? Eigenlijk was PSV-voorzitter Tini Sanders nog kritischer op de supporters dan andersom. De gemiddelde leeftijd van ons stadion is denk ik net zo hoog als het gemiddelde zorgthuis hier in Eindhoven. Deze opmerking werd hem snel vergeven. Tini Sanders kan namelijk niet zoveel verkeerd doen bij de PSV-fans. Hoe Tini Sanders eigenlijk in de club hier staat, ja, dat is perfect. Zo'n man komt mij denk ik nooit meer aan. Dat is echt een echte PSV'er. Het is voor hem eventjes geleden dat ik mensen zo over voorzitters van PSV heb horen praten. Ja, vind ik. Na Harry Verhaay is dit de beste voorzitter die we ooit gehad hebben. Dat is echt. Ik kan me van vorig seizoen herinneren dat supporters aanvonden dat het er iets feller aan toe ging. Jullie lijken allemaal een stuk tevredener. Klopt dat? Maar we hebben nou twee mannen aan het roeren, Brands en Sanders. En die schijnen de boel goed onder controle te hebben, dus dat geeft bij ons ook rust. Toch kwamen er nog wel een paar kritische vragen uit de zaal. Voor een hele hoop supporters en zeker tijdens de schoolvakanties is het een gemis voor heel veel kinderen die dan graag handtekeningetjes gaan jagen bij hun sterren. Om daar wat meer openheid aan te kunnen geven. Omdat juist met name die kinderen toch ook weer de toekomst zijn van onze supporters de komende jaren. Nee, maar je weet, het gaat niet zozeer om supporters. Over het algemeen zitten er in de verslaggevers. Ja, de media die hou je dan ook even. Je kan wat dingen doen die je normaal niet doet. Nou, bijvoorbeeld, er is wel eens een incidentje op een training. Nou, op het moment dat de media langs het veld staat, wordt zo'n incident een heel groot incident. Op het moment dat er geen media is, hoort nooit iemand er niks meer over. Dat zijn dingen die wel meespelen.